Dag beste kijkers. De afgelopen week kregen we geleidelijk te maken met een wisselvallig weertype. Het werd geleidelijk wat warmer, maar ook de lucht werd vochtig, zodat het benauwd aanvoelde. Af en toe viel er een buitje. Afgelopen avond en nacht was het licht tot half bewolkt. De minimumtemperatuur daalde naar 12 graden en er waaide een zwakke tot matige zuidwestelijke wind. Vandaag begon de dag met enkele buien, maar in de loop van de dag liet de zon zich ook van tijd tot tijd zien. De maximumtemperatuur liep op naar zo'n 20 à 21 graden en er waaide een zwakke tot matige zuidwestelijke wind. De komende avond en nacht kunnen er weer enkele regen- en onweersbuien gaan ontstaan. De minimumtemperatuur daalt naar 15 graden en er waait een zwakke tot matige zuidwestelijke wind. Morgenochtend kunnen er nog enkele buien over onze regio trekken, maar in de loop van de dag wordt het geleidelijk toch droger en laat de zon zich ook wat vaker zien. De maximumtemperatuur loopt net zoals vandaag op naar zo'n 21 à 22 graden. De wind is zwak tot matig en waait uit westelijke richting. Voor zondag en de dagen daarna verandert er maar weinig aan het huidige weerbeeld. Het blijft vrij warm, zwoel, wisselvallig zomerweer. Elke dag is er wel kans op een bui, maar de zon die laat zich ook regelmatig zien. De maximumtemperatuur varieert van 21 tot 26 graden en er waait daarbij een zwakke tot matige zuidelijke wind. Dit was het weer. Karel van der Wouw voor AT5 en Ik op TV vanaf de zuid- en westoever van de Sloterplas in Amsterdam-Osdorp.